Ja, het thema is ja, eigenlijk de Ubervrouw. Mart vindt het altijd heel belangrijk dat de vrouwen zeer mooi geportretteerd worden. Het thema dit keer is eigenlijk dat je echt het gezicht en de kleding heel erg mooi naar voren laat komen. Dus het haar moet heel grafisch blijven. Absoluut een tikkeltje modern, maar wel met een klassieke twist. Dus we hebben het haar heel grafisch gehouden door het heel simpel te houden en weinig ja, structuur in het haar te zetten. Dat betekent dat je geen krullen of geen plukjes en laagjes en allerlei bewerkingen ziet. Je ziet alleen een heel mooi grafische vorm rondom het gezicht. Eigenlijk alsof bijna het haar een hoed is. Een paar weken geleden ben ik bij Mart geweest, zoals ik gebruikelijk doe. En we hebben gekeken van wat voor beeld. Hij heeft gezegd wat hij wil met het haar en natuurlijk uiteraard met de kleding. Toen zei ik ook gewoon, we gaan een hele mooie, schone make-up neerzetten. Dus dat het eigenlijk heel natuurlijk lijkt en dat echt de mooie, de schoonheid van de vrouw daarin naar voren komt. Ik wilde iets heel schoons hebben en ik wilde een soort een goede sophisticated dames. Ook dat haar, bijna classic, maar net met een hele andere twist eraan. Alle halzen vrij. Ook de aandacht voor de persoon die je toont. Heel vaak is een model gewoon maar een model. Nee, ik wil er karakters in. Mm-hmm. Ik wil daar het ultieme uithalen. Over wat ik zelf heel erg mooi vind om te tonen voor de zomer. En ik heb gewoon heel erg gekeken wat een stof doet en in een houding en in een drape. Dus daarom heb ik ook een soort allemaal balustrades gebouwd dat iedere model die iets toont, het echt toont. Dus het gaat niet over een soort snelle catwalk, maar echt het tonen van het kledingstuk wat je aan hebt. Een mooie houding, mooi wegkijken, alle halzen vrij. Dus ik ben heel erg van de vrouwen uitgegaan waarom ik dit maak en wat ik daarvoor wil maken. Het is zo anders dan een standaard show, omdat hij nu heeft gekozen voor die andere loop eigenlijk. Geen gewoon rechte catwalk, maar overal naartoe. Dus iedereen heeft ook zijn moment dat hij echt even kan kijken en bijna kan voelen wat ze aan hebben. Echte creaties, dat vind ik heel mooi. En er is een bepaalde sfeer. Het is makkelijk, het is een beetje mysterieus. Net even achter een doorzichtige stukje stof. Creatief, ik hou daarvan. Thank you.
heel mooi. Weet je, hoe hij de beleidingen maakt, de stoffen. Ik vond die rokken, die lange rokken van het, volgens mij, tafzijde. En dan die leren tops erop. Oh, geweldig, hè? Fantastisch. Echt. Al die roze. To die for. Prachtige show. Ik hou van elegante jurken, van elegante modellen, van de kleur, van de kwaliteit, van de klasse. En ik heb alles gezien. Vrouwelijk, sterk, kleurrijk en sensueel.